Zeeuwse cultuuragenda voor de komende week, 9 december. 'S Avonds kan je niet weg vanwege de lockdown, maar er is ook heel veel te genieten in de middag. Een man en een vrouw komen elkaar tegen in de duinen bij Dishoek. Hij is cabaretier, op zoek naar materiaal voor zijn nieuwe show. Zij is op weg naar het ziekenhuis in Vlissingen voor de uitslag van een scan. De kus. Toneelstuk in de Schouwburg in Middelburg, zondag 12 december om 2 uur. Wat denk je van een concert waarbij je mag liggen? Notabene op zondag in de grote kerk in Zierikzee. Einaudi, de Italiaanse componist, ken je van de soundtrack van de film L'Intouchable. En zijn minimalistisch aandoende muziek is nauw verband met de pop. Jeroen van Veen speelt voor je. Zondag 12 december, Zierikzee, om 3 uur. Alsof het een bezwering is, zo roerloos hangen de pianohanden van Hannes Minnaar boven de toetsen. Hij laat ze zakken en er klinken 2 delicate G's. Zo, in alle eenvoud, begint de aria van Bach's Goldberg-variaties. De eerste stappen van een muziekavontuur in 32 etappes. Hannes Minnaar, zaterdag 11 december om 3 uur in de Concertzaal in Middelburg. Ronald Brautigam is een virtuoos vertolker van Beethoven. Eroica, of de Appassionata, hij brengt ze op zondag in de Jacobskerk in Vlissingen om 3:30. De kerstconcerten komen eraan. In het idyllische kerkje in Cats hoort u een accordeon en een viool. Een hele andere dimensie van klankkleur van het duo De Thuiskomst. Zondag 12 december, kerkje van Cats op Noord-Beveland om 2:30. Voor een volledig overzicht ga je naar www.zeeuwsecultuuragenda.nl en abonneer je op de wekelijkse update.